In deze video leer je zonnestroomomvormers van SMA operationeel te maken binnen het SMA Energy System Home. SMA-omvormers zijn stringomvormers en het zijn de beste die je op de markt kan terugvinden. Heel veel intelligentie zit in het toestel ingebouwd. Zo heb je bijvoorbeeld geen optimizers nodig, want SMA ShadeFix zit standaard aanwezig in het toestel en staat ook standaard aan. Als je de omvormer online registreert, kan je SMA Smart Connected activeren. Dat maakt dat SMA meekijkt of de installatie goed werkt. En mocht dat niet het geval zijn, kan je meteen een toestel opgestuurd krijgen mocht er iets fout zijn. Die hoge kwaliteit die in het toestel ingebouwd zit, vertaalt zich ook bijvoorbeeld naar overdimensioneren. Je kan gerust heel wat meer zonnepanelen aansluiten op één toestel. We gaan de omvormer in 3 stappen operationeel maken. Het eerste is het monteren, alles gaan aansluiten, elektrisch en ook communicatie. Het tweede is het instellen in de omvormer, zodanig dat de juiste landcode er bijvoorbeeld in aanwezig is. En het derde is alles online registreren, zodanig dat jij online kan meevolgen en jouw klant uiteraard ook. Als je de omvormer aangeleverd krijgt, is het ofwel een rode Sunny Boy, die sluit je monofasig aan, ofwel een blauwe Sunny Tripower, die wordt driefasig aangesloten. In de doos zit niet alleen de omvormer, maar ook de ophangbeugel, toch voor de toestellen van 3 en hoger in kilowatt. Ook mee in de doos zit uiteraard de handleiding, met aan de achterzijde de belangrijke codes voor online te krijgen. Al het aansluitmateriaal om hem aan de zonnepanelenkant vast te maken, dus om hierop aan te sluiten. Een extra wartel om de ethernetkabel op aan te sluiten. Tenzij dat de communicatie via wifi loopt, dan heb je de wifi-antenne. En tot slot heb je nog, voor de connectiepunten die je niet gebruikt, een afsluitkapje en een schroef om de omvormer te gaan borgen op zijn wandbeugel. Uiteraard heb je aan de AC-zijde ook nog de AC-stekker om hem van voeding te voorzien. Het eerste wat we gaan aansluiten is de AC-kabel. Dus je hebt de stekker die gaat aansluiten met de lijn, de nullijn en de aarde. Of met de 3 lijnen, de nullijn en de aarde. En die ga je dan aansluiten onderaan op het toestel. Nu de AC-kabel is aangesloten, is ook de behuizing van de omvormer geaard en zitten we in een veilige situatie. Het volgende wat we aansluiten zijn de zonnepanelen. De stringkabel die van het dak komt, voorzien we van een Sunclix connector die meegeleverd is met het apparaat. Je hebt een plus en je hebt een min, dus je gaat de juiste connector aan de juiste kabel gaan plaatsen. Je schuift de connector over de kabel, je sluit de ijzeren beugel en je duwt de connector in elkaar. Nadien kan je hem aansluiten op het toestel. Alle plaatsen die aanwezig zijn, moeten aangesloten worden. Heb je ergens geen stringaansluiting, dan gebruik je een connector met zo'n afsluitkapje, zodanig dat het waterdicht is. Het derde dat we aansluiten is de communicatie tussen de omvormer en de router. Dat kan via antenne, die gaan we hier aansluiten, om via wifi-verbinding te maken. Maar de meeste zekerheid qua communicatie is natuurlijk als we werken via een ethernetkabel. Daarvoor is er de wartel aanwezig. Die gaan we rond de ethernetkabel aanbrengen. Je hebt ook de pakking die je er kan rondbrengen. En dan ga je de ethernetkabel in het toestel inklikken. Dan de wartel erop vastschroeven en dan tot slot met de wartelmoer alles vochtvrij maken. De omvorm is volledig gemonteerd bij de klant. We gaan hem inschakelen zodanig dat we kunnen starten met de inbedrijfstelling. Om de omvormer in te schakelen gaan we eerst de zonnepanelen inschakelen. Dat doen we met de draaiknop die op de linkerzijde staat. En de volgende stap is de omvormer aan de AC-zijde van spanning voorzien. Als de omvormer van spanning is voorzien, dan gaat de groene led beginnen pinken. Dat wil zeggen dat de energie aan de kant van de zonnepanelen ziet en dat hij wacht op de juiste voorwaarden om te mogen opstarten. De relais in het toestel hoor je klikken.
De blauwe led is de led van communicatie. Als die aan het pinken is, dan gaat die verbinding maken tussen de omvormer en de router. Wanneer die continu blauw blijft, heeft hij de communicatie in orde gebracht. Op het moment dat de omvormer in werking is getreden, blijft de groene led aan. Dan is hij aan het produceren. De snelheid waarmee de led gaat pulseren, geeft een indicatie hoeveel energie de zonnestroomomvormer aan het maken is. Gaat die bijvoorbeeld snel pulseren, dan is de omvormer veel energie aan het produceren. We starten nu met het in bedrijf stellen van de omvormer. Hierdoor gaan we de juiste instelling in het toestel inladen, zoals bijvoorbeeld de landcode. Je kan dat doen via een laptop, via ethernet, kabel of wifi, maar je kan dat ook doen via de SMA 360 graden app. Ik neem hem er nu bij. Het eerste wat je gaat moeten doen op de app is natuurlijk erop inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord. Dat is hetzelfde e-mailadres en wachtwoord wat je gebruikt in Sunny Portal of in Sunny Design. Als je dat nog niet hebt, dan kan je uiteraard jezelf nog gaan registreren. Ik geef nu mijn wachtwoord in. Hier kan je kiezen voor de QR-codescan. Als je de scanner activeert, verschijnt hij in jouw scherm en kan je de QR-code die zich boven de leds bevindt gaan inscannen. Daarmee maken we verbinding met het wifi-netwerk van de omvormer. Het eerste wat de omvormer ons komt vragen, is om een gebruikerswachtwoord in te geven. Dat is een wachtwoord met minstens een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een van de speciale tekens, vraagteken, uitroepteken, underscore of middenstreepje. Het wachtwoord moet tussen 8 en 12 tekens bevatten. Nadat u het gebruikerswachtwoord hebt ingesteld, kan u het installateurswachtwoord instellen. Ook hier moet aan diezelfde voorwaarden voldaan worden. Kies daar een veilig wachtwoord, zodanig dat de communicatie met internet steeds veilig verloopt. De omvormer komt ons vragen hoe dat we hem in bedrijf willen stellen. We kiezen daar configuratie met installatiewizard. De eerste stap is de communicatie met het netwerk. Je kan dat doen via wifi, WLAN of via ethernetkabel. In mijn geval is het toestel verbonden via ethernetkabel en zie je dat hij al een IP-adres gekregen heeft. Wil je via wifi verbinden, dan klik je op WLAN. Daar ga je naar het gevonden netwerk, dat is de router van de klant. Je klikt op instellingen, WLAN-instellingen en daar kan je dan het wachtwoord van de router van de klant ingeven. Via opslaan en verder gaan we naar het volgende stapje. Daar wordt gevraagd naar de datum en apparaattijd in te stellen. We werken via automatische tijdsynchronisatie. Dat wil zeggen dat hij de datum en de tijd doorkrijgt via internet. Als er een Sunny Home Manager aanwezig is in de installatie, dan mag je de tijdzone op automatisch via protocol laten staan. Is het toestel rechtstreeks verbonden met internet, dan stel je hier de juiste tijdzone in. We klikken op opslaan en verder. Vervolgens dienen we de landnorm in te stellen. Er zijn twee landnormen die van belang zijn. Voor België is dat Synergrid C1011-2019 met ofwel een extern ontkoppelrelais ofwel een intern ontkoppelrelais. Voor huishoudens is het vaak een installatie zonder ontkoppelrelais, dus daar kies je het intern ontkoppelrelais. Opslaan brengt me naar het volgende scherm. Hij komt vragen waar de RS485-communicatie voor dient. Die gaan wij hier niet gebruiken, dus ik klik op opslaan en verder. Als er een SMA Energy Meter aanwezig is, dan kan je die hier configureren. Als dat niet aanwezig is, mag je gewoon opslaan en verder. Hij komt nog vragen in hoeverre we het netbeheer moeten gaan configureren. Zijn er beperkingen qua injectie aan het net? Die zullen meestal op uit staan, zowel het configuratie van het werkelijk vermogen als het blind vermogen mogen op uit. Via de knop verder komen we in de samenvatting van het toestel terecht. We kunnen alle instellingen nog eens nakijken en door op verder te klikken is de omvormer in bedrijf gesteld. We komen in het hoofdscherm, daar zien we dat de apparaatstatus oké is en via het actueel vermogen zien we wat er op dit ogenblik aan zonne-energie geproduceerd wordt. Als de omvormer in een net zonder nul staat in België,
dan gaat hij momenteel nog niet werken. Dan dien je een extra aardkabel aan te sluiten, onderaan naast de AC-plug. En dan dien je één parameter te wijzigen. Hiervoor ga je naar het menu, apparaatparameters. Je klikt op parameters bewerken. Dan ga je naar netbewaking. Nog eens netbewaking. En bij landnorm zie je staan dat de PE-aansluitingsbewaking op aan staat. Deze mag je op uit zetten. Vergeet natuurlijk niet om deze wijziging te gaan opslaan via de knop Alle opslaan. Als dat gebeurd is, zal ook de omvormer in een net zonder nul gaan inschakelen. Tot slot raad ik nog aan om bij gebruikersinstellingen het Smart Inverter Screen te gaan activeren. En dat wil zeggen, nog voordat je het wachtwoord meegeeft van de omvormer, krijg je de belangrijkste gegevens inzichtelijk op je smartphone op de webuser interface. Wanneer we nu teruggaan naar het hoofdscherm, kan je zien wat het actueel vermogen is van de omvormer en is de omvormer volledig ingesteld. Hiermee zijn we klaar met inbedrijfstelling lokaal bij de klant ter plaatse. De volgende stap kan zijn dat je de omvormer gaat registreren op internet, op Sunny Portal, en op die manier online kan gaan meevolgen. Ofwel doe je dat rechtstreeks van de omvormer op internet met zijn PIC en RID-code gaan registreren. Ofwel is er een Sunny Home Manager aanwezig in het SMA Energy System Home bij de klant en dan is het de Home Manager welke je gaat registreren. Zo, nu zijn we klaar met het installeren van de zonnestroomomvormer. De klant kan genieten van zijn zonne-energie